contact met de buren. Bij de een wordt de deur platgelopen en de ander weet niet eens wie er naast hem woont. Dat is wel even anders in het Nijmeegse Lindholt. Daar hebben niet alleen de buren goed contact, niet de straat of de wijk, maar het hele stadsdeel lijkt wel een klein dorp. Ieder jaar in juni komt dit tot uiting tijdens de Dag van Lindholt. Maar wat is nou het geheim van zo'n hechte buurt? Al sinds 2008 organiseert Lindenholt ieder jaar een grote braderie, de Dag van Lindenholt, in het parkje achter de Zellersakker. Normaal gesproken spreidt het programma zich over 2 dagen, maar vanwege het EK en Vaderdag is het deze keer 1 dag, maar daarom zeker niet minder leuk. Het is voor ons een beetje verbintenis. We hebben verschillende culturen hier staan er overal. Het gaat van stichtings, dieren, mensen, politieke partijen, wijkatelier wat hierachter zit, noem maar op. Een verbintenis met elkaar gezamenlijk. En het leuke is, we hebben gemiddeld elk jaar tussen de 5.000 en 8.000 bezoekers. En nagenoeg is eigenlijk nooit iets aan de hand. Zoveel culturen en je kunt hier gewoon zien dat het gewoon samen kan. Dat is het belangrijkste. En dat gaat veel verder dan alleen tolerantie. Iedereen kent elkaar, heeft het gezellig samen en geniet. Wat is dan toch het geheim van dat succes? Ik ken er geen antwoord op geven, zou ik niet weten, echt niet. Ja, ik heb hier gewoond tot mijn 18e en daarna 20 jaar in Millingen, maar ik ben toch weer teruggekomen naar Lindholt. Dus ja, eigenlijk gewoon de gezelligheid, de mensen, leuk. Het is eigenlijk een klein dorp in een grote stad, vind ik. Er is heel veel te doen. En het is gewoon onderling gewoon heel leuk onder elkaar. Toch, wat vind jij leuk aan Lindholt? De speeltuin. Jij vindt de speeltuin het leukste? Ja. Ik kom bijvoorbeeld bijna nooit meer in het centrum, omdat ik hier alles heb. Of zeg maar in de stad, dat noemen wij de stad. Winkelen en zo, doe ik allemaal hier. Ja, het is gewoon veel mensen, het is gewoon leuk. Hier om gewoon te zijn bij elkaar en ja, gewoon allemaal bij elkaar, ja. Dus het is vooral de mensen die bij elkaar zijn, dat maakt Lindholt leuk, klopt dat? Ja. Ja. En misschien zijn het juist wel de kids die de mensen in de eerste plaats bij elkaar brengen. En dan volgt de rest vanzelf. Gewoon het enthousiasme, dat is denk ik de verbintenis en wat mensen gewoon trekt. Iedereen is vrolijk, iedereen vindt het leuk, iedereen vindt het lachen, iedereen vindt het gezellig. Ja. En dat is ook ons doel. Klaar, we maken gewoon een gezellige, leuke dag van. Een gezellige, leuke dag met toch ook een vleugje spanning en sensatie. Hey, hoe gevaarlijk is zo'n arend? Het zijn hele fijne vogels eigenlijk. Een betere vogel kan je niet voorstellen. Maar heb je iemand die er geen verstand van heeft, zijn ze levensgevaarlijk. Ik heb gewoon een levensgrote arend van 6 kilo op mijn arm. Maar hij blijft eigenlijk wel heel erg rustig zitten. Ik merk zelf dat mijn hart nou flink tekeer gaat. Hij gaat echt flink tekeer. Maar toch voelt het ook wel weer een beetje als een overwinning.